Dylan die was bij mij langsgekomen op de beurs. Die zei, ik wist er eigenlijk niet veel van. Had ik tegen gezet, had ik wel meedoen. En voilà, Jelle gaat nu ook meedoen met de break voor de eerste keer. Twee pakjes, Jelle, dat wil zeggen, dat kan een boost zijn, een first pick magic en een last pick magic. Dus hoop het voor u ook, hè. Veel succes, dikke merci voor mee te doen. En we gaan zien hoe dat de eerste 151 u gaan tegemoetkomen. Charmander, Spiro, Parasix, Cloyster, Giovanni, Flareon. Oh, en de alt wordt gepoeld! First pick magic! Wat zei ik daar ze biedt? Miljarden kloten met zijn psychic powers. Gierigast in dat pakje van de Jelle. Wow. Altje poelen, dat voelt altijd goed. Jelle proficiat, jij hebt hier de eerste alt gepoeld. En het is niet de minste, Alakazam EX ziet een blinke pijp. Het is niet de eerste keer dat mensen die voor de eerste keer meedoen met de breaks hier op mijn YouTube kanaal, dat die echt de dikste pool is van gans de video. Jelle, ik schrijf je naam bij op dat lijstje. Zeer goed. Hoppa! Alakazam EX has been pooled. Ik ga hem daar even van achter zetten. Ik ben bijna gewoon met zijn lepels goed smijten. Het allereerste pakje, Jelle. Ik ga het doen. Ja, kijk. Hoe moet je dat nog expliceren aan de tijd? Psychic, let's go. First pick magic. Kaching, check. Gaat Jelle ons hier verbazen met ook nog een second pick magic. Of zeg ik, last pick magic. Oké. War Turtle en... Hopla, nog een full artje ook. Jinx, zeker wel. Moet dat manifesteren. Jelle, welkom. Welkom to the club. Welkom to the family. We hebben hier twee pools voor jou. Alakazam EX, Jinx EX. Had je nog iets meer gewenst? Twee pakjes, Jelle, dat wil zeggen. Dat kan een boost zijn. Een first pick magic en een last pick magic. Magnifiek. Ik hoop dat je daar echt content mee bent, maat. Ik ben echt alvast zo hyped om, om weer een oudje te kunnen poelen. Dat is wat we hier het liefste doen. En, zeker zijn de schoenen als Alakazam, zeker ik speel hem in de Jeus, Kadabra dan vaak en ja, super goede Pokémon dus, en de Jinx EX, ja, daar heeft iedereen wel zijn mening over denk ik over die Jinx. Proficiat Jelle, GG en tot de volgende. En dan hebben we my friendo Lars. Lars van Werkt Voer, nog in de klas met hem gezeten, heeft de laatste 5 pakjes. Lars, zou jij nog allemaal kunnen dat je hier ook zotte poel zet? Hè? Alles kan. Lars zit momenteel in Japan, heeft al Pokémon Centers bezocht. Dus ik ben echt klein beetje jaloers. Maar toch, ik hoop dat hij er goed van geniet. En dus ook misschien hier goede poels gaan hebben. Lars, veel succes, maat. Voor u is het ook de eerste keer trouwens dat je meedoet. Dus, twee nieuwkomers. Gaat de tweede nieuwkomer hier ook een sterke prestatie neerleggen? We gaan zien. Dodrio. Scyther. Ook echt een van mijn favoriete Gen 1 Pokémon's. Echt. Waarom de focus niet mooi? Kom maar, focus. Focus. Echt een van mijn favoriete Pokémon's die hier was. Oh, en Mr. Mime Holo. Dus dat was wel fijn dat we die konden spelen en nu ook poelen, dus 151, echt toffe set om open te doen. Was echt zo, ik had al 12 packs denk ik van deze set, maar ik moest er 16 en ik zo kom ik een grap naar de winkel en een Alakazam Xbox gaan zoeken. Nog één gevonden, 4 pakjes in, dus ideaal. Tweede pakje Lars. Rhydon, Rigid Band, Nidorino, Machop, Shellder en Articuno Holo. Ook een mooie holo voor u. De Birds, altijd nice. De Zapdos, oh, de Zapdos alt. Prachtig met de 3 Birds in de lucht. We gaan zien. Derde pakje, kom maar. We gaan hier toch nog een mooi hitje voor de Lars. Goldeen, Gastly.
Nidoran, Primate, Fearow, Onyx, Hypno, Tentacruel en Marowak Hollow. Niet slecht, mooie Pokémon. Tof verhaal wat erachter zit, moet zeker een keer googelen. Cubone en Marowak. If you want to be amazed. Oké, Fire, kom aan, dat willen we. Lange was die duim meer voor fucking Fire. We can do it. Het is al geproofd, dus was die. Magikarp, Karp. Saiyai, en Raichu Holo. Kom op, laatste pakje. Last pick magic. De zotste first pick magic hebben we daar zoiets al gezien, dus nu kom aan. Last pick magic. Hoppa, wel mooie energy ook voor u, Lars. De Fighting Cosmos. Oké. Laatste pakje. Veel succes, maat. Ik hoop dat er hier nog iets moois in gaat zitten. Voltro, War Turtle, Hypno, Poliwrath, Muk, Dragonite en. Undito, lekker verstopt. Ziet hem hier zitten tussen de berries. Het zijn alleen holokjes geworden voor u, Lars. Ik ga ze nog een keer laten zien. We hebben de Ditto, we hebben de Raichu, we hebben de Marowak, we hebben de Articuno en we hebben de Mr. Mime. Ik hoop dat je ervan hebt genoten, maat. Ik weet niet of je nog in Japan zit als je deze video ziet. Maar, en zeker ook niet te vergeten, we hebben deze prachtige, toch wel prachtige Mud Swirl Fighting Energy. Niet slecht. Dus, toch een mooie opening weer vandaag gehad van de 151. Een aaltje gepoeld. Dat is natuurlijk het beste wat er kan gebeuren in de video. Ja, er gaat waarschijnlijk nog een 151 break komen, want die van die nostalgie kan ik geen genoeg krijgen. Dus als je nog wilt meedoen, iedereen die deze video kijkt, kan altijd, want Pax, we vinden ze waar dat het moet, als het moet. En zo gaan we ervoor. Dikke merci aan iedereen voor het kijken, het was weer al plezant. Voor de rest. Blijven trainen, blijven catchen, blijven verzamelen en dan zie ik jullie in de volgende!